Hoi Robin hier en welkom bij de vierde aflevering van de Robin Talk. De aflevering waar niemand het spel hoeft te verlaten maar er wel weer iemand bij is gekomen. De afvallers hebben in ieder geval goed hun best gedaan en de kandidaten hebben toch hier en daar wat steentjes laten vallen. Het was in ieder geval in mijn ogen een leuke en ook wel bijzondere aflevering om te zien. Maar goed, dat gaan we later bespreken in deze aflevering. We gaan eerst naar onze community. Inmiddels, zoals jullie weten, laat ik een straw poll achter elke aflevering in de beschrijving. En dat is ook uiteraard nu weer het geval. En deze keer is er zeven keer op gestemd. Ja, drie keer was voor Jeroen met bijna 43%. En één stem voor Anna, Kees, Rian en Toske. Dat is dus iets meer als 14%. Een kleine verschuiving ten opzichte van afgelopen week. Ja, ik wil bij deze ook jullie weer bedanken voor het stemmen. Ja, er staat nu weer een nieuwe link in de beschrijving. Wie jullie verdenken, wie de mol is na aflevering 4. Dan was er ook nog een reactie van Emiel. Hij begreep dat de bug van de app al zich eerder voordeed. Dat Arne ook al een keer 100% heeft gehad. En ik heb toevallig deze aflevering ook gekeken... En als ik goed heb onthouden, was het dit verhaal Kees en Anna, die beide 50% hadden. Het lijkt dus in ieder geval iets echt in de app te zitten. En ja, niet dat het iets voorspelt. Daarnaast gaf hij ook aan dat Kees constant achter de afvallen zit. Ja, ik, ik had het wel gelezen, maar ik had uiteraard nog niet geantwoord. En ik wilde deze aflevering gaan bekijken. Maar ja, zoals jullie weten, is er niemand uitgegaan. Dus dat wordt lastig. En ik hoop daarom dat de volgende aflevering. Het wel zichtbaar is. En dan, uh, uiteraard, ga ik het ook weer meenemen. En uh, mochten jullie ook nog hints of theorieën hebben na deze laatste aflevering, laat het vooral weten in de reacties. En dan neem ik het mee in de volgende video. Ja, dan is het nu tijd om aflevering 4 te gaan bespreken. Ja, de titel van de aflevering was revanche. En ja, ik zat te kijken en ik kon me weinig bedenken wat de revanche zou kunnen zijn. Ja, een van de dingen die ik mij daarbij kon bedenken, is dat een van de afvallers weer terug in het spel komt door zijn revanche te krijgen. En de andere was Rosario, die een tweede kans kreeg met het plegen van een telefoontje. U heeft één joker verdiend voor uzelf. Bedankt voor het. En daarmee een soort van een revanche heeft gekregen. Ja, ik durf er ook niet meer van te maken. Dus gaan we lekker door naar opdracht 1. Opdracht 1 was ook wel genaamd: kijken, kijken, welkopen. De opdracht waar ze 3000 euro konden verdienen, en uiteindelijk toch 700 euro voor de pot binnen hebben gehaald. Ja, dit had uiteraard mee kunnen zijn als ze minder dan 20 minuten hadden gebeld. En eerlijk gezegd verbaasde mij ook niet dat ze erboven zaten. Ja, dan zou ik in eerste instantie zou ik zeggen dat de mol in het groepje van de fietsers zat. Dus Fons, Kees, Rosario en Tooske. En ja, ik moet aan de ene kant ook zeggen dat Kees hier ondanks alles toch wel een stuk verdacht wordt. Ondanks dat hij eigenlijk niet heeft gebeld. Als mol weet je wat er gaat gebeuren. En daarom zou je dus ook niet bellen. Want dan kan de schuld nooit bij jou neer worden gelegd. Hij maakt zich daarom op deze manier ook zichzelf totaal niet verdacht. En daarbij moet ik ook wel zeggen dat hij wel constant pushen was om de telefoon zo snel mogelijk op te hangen. Dus dan zou je ook wel zeggen dat hij in deze situatie de kandidaat is. Dan hebben we Fons en Tooske. Ik zou niet direct zeggen dat een van hun de mol is en dan hebben we Rosario. Ja en hij heeft hier inderdaad toch wel wat vreemde dingen de laatste twee afleveringen. En dat is nu ook weer het geval met het bellen. De eerste keren blijft hij relatief lang aan de telefoon hangen. En ik heb toch ook wel het gevoel dat hij op een of andere manier de telefoon niet heeft opgehangen en wel eens zijn broekzak meeneemt. Wij kunnen u één joker aanbieden. Blijft u alstublieft aan het We gaan door. Nee stop. Eerst bespreken wat hier Dat is goed. Maar nu even wat hier is. Dan loopt de tijd natuurlijk vrij snel op. Ja dat is misschien iets wat we gezien als Rosario de Mol is aan het einde van het seizoen. Ik vind het in ieder geval leuker voor mezelf om me ook in gedachten te houden. En toen werd het helemaal mooi toen de afvallers weer terug in het spel kwamen. En ja hoe de kandidaten de afvallers niet hebben gezien. Zeker omdat ze met zoveel camera's en dergelijke rondlopen. Ja dat mag toch echt wel een wonder genoemd worden. Dat was inderdaad waarom ik net ook zei. In eerste instantie dacht ik dat de mol bij de fietser zou zitten. Maar eigenlijk zou de mol dus zitten bij het groepje wat eh, op de markt liep. Juist omdat de mol dan de groep kon sturen, zodat de groep afvallers niet gezien kon worden en ze daardoor ook opdracht 2 van de aflevering konden spelen. Ja, daar gaan we nu ook naar door. Opdracht 2 was ook wel hoogspelspelen genoemd. Eigenlijk de opdracht waar de afvallers meer of minder kans maakten om er terug te komen in het spel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het wel een beetje een teleurstellende opdracht was. Zeker omdat het zo simpel was. Had dan in mijn beurt, en ik ben niet de enige die het zei, had dan op je beurt een, een opdracht van gemaakt waarbij de vraag gesteld korde over de Mol. Of zij het dan wel of niet goed hadden. Dat had in mijn opzicht eerlijker geweest dan een. Ja, Eigenlijk een, een torentje bouwen van stenen. Daarom vind ik het ook niet echt een wie is de mol waardige opdracht. Wel opvallend om te zien was dat Babs ontzettend snel klaar was met het bouwen van een torentje. En dan laat ik hem los. Ja, ik kan wel zeggen dat het een molactie is geweest, maar goed, ze is al een keer afgevallen. En die theorie gaat in mijn ogen ook gewoon niet meer op. En dan gaan we door naar opdracht 3. De laatste opdracht van deze aflevering. En die is ook wel genaamd op het spel zetten. De opdracht waar ze 3500 euro konden verdienen. En uiteindelijk met 500 euro verlies eindigde. En dat was ook wel echt het meest bizarre wat ik deze aflevering voorbij heb zien komen. Ja Rosario was eigenlijk een van de mensen die mij erg opviel deze opdracht. Want hij wist precies hoe het spel gespeeld moest worden. En ik dacht ook in eerste instantie dat hij alle vragen goed had beantwoord. Totdat ik de echte toch even terug ging kijken. En toen bleek dus dat hij bij de vragen van de driehoeken en de vierkanten er volgens mij één of twee naast zat. Ja, het is gewoon niet opvallend omdat het zo weinig verschil is. Maar goed, dit zijn echt wel de uitgerekende molacties om geld uit de pot te spelen. Daarnaast een op ander opvallend puntje was ook dat Arne de Rubik's Cube niet kon oplossen. Terwijl Kees het binnen 30 seconden had gedaan. Ja, is het verdacht. Ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval, het zou een theorie kunnen zijn. Maar goed, het is en blijft wel bijzonder. Dat was in ieder geval tot zover de aflevering. Het is in ieder geval wat korter dan normaal. Maar goed, dus we zijn wel weer aangekomen bij de afsluiting. De afleveringen waar niemand het spel hoeft te verlaten, maar wel iemand in het spel erbij is gekomen. Ja, zoals de anderen ook al zeiden, het is waarschijnlijk Babs die terugkomt in het spel. Het is ook zeker logisch als ze 60% van de sleutels had waarmee ze terug kon komen in het spel. Ik ben dan ook benieuwd wie jullie denken dat er terugkomt in het spel en laat het ook weten in de reacties. Bij de verdenkingen eh, dacht ik eerst dat, ze dat er weinig zou veranderen met eh, Anna, Kees en Fons. Maar goed, zoals ik eerder deze aflevering al zei, is Fons bij mij eigenlijk niet meer echt verdacht. Zeker door alle acties die hij uitvoert. Daarentegen, als ik dan in de, de Robber's uh, Moltoppool pool kijk, dan is Rian ook een van de meest uh, gekozen personen wie de mol zou kunnen zijn. Lintje trouwens staat nog steeds in de beschrijving. Dus ik denk dat ik uh, Fons ga vervangen voor uh, Rian in dit verhaal. Ja, laat ook maar weten in de reacties uh, wie jullie verdenken dat de mol zou kunnen zijn na het zien van deze aflevering. Natuurlijk mag je ook uh, de stroppel invullen, dan neemt het ook weer mee in de volgende aflevering. Ik uh, ga het van nu dan ook uh, hierbij laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Uh, la